iedereen, ik ben Shayne Overeen en ik ben de teamleider van The Girl Code. The Girl Code is een groep meisjes die meegedaan aan de Caribbean Girls Hackathon, waarbij wij de eerste plaats hebben gewonnen. Miljoenen meisjes in ontwikkelingslanden hebben nog steeds een achtergestelde positie. Ze worden uitgebuit en gediscrimineerd alleen omdat ze meisjes zijn. Ze krijgen minder te eten, moeten van jongs af aan werken terwijl hun broertjes naar school gaan, worden besneden en tegen hun zin uitgehuwelijkt. Wereldmeisjesdag wordt herdacht op 11 oktober. Het is een herdenkingsdag die is uitgeroepen door de Verenigde Naties en is bedoeld om het bewustzijn voor de problemen waarmee meisjes wereldwijd geconfronteerd worden te bevorderen. De eerste Wereldmeisjesdag werd herdacht op 11 oktober 2012. De herdenking markeert de vooruitgang die is geboekt bij het bevorderen van de rechten van de meisjes en adolescenten vrouwen en erkent de noodzaak om strategieën te ontwikkelen om genderongelijkheid over de hele wereld te elimineren. Deze ongelijkheden omvatten toegang tot en het recht op onderwijs, voeding, wettelijke rechten en medische zorg en bescherming tegen discriminatie, geweld en gedwongen kinderhuwelijken. Hallo iedereen, ik ben Disha Buddha en ik ben lid van The Girl Code. Feiten over meisjes in de wereld zal ik met jullie delen. Wist je dat in ontwikkelingslanden 1 op de 3 meisjes trouwt voordat ze volwassen is? Dat onderwijs voor meisjes voor grote afname van kindersterfte zorgt? En dat tienerzwangerschap een doodsoorzaak nummer 1 zijn als het gaat om meisjes van 15 tot 19 jaar? Wist je dat van alle slachtoffers van mensenhandel die worden ontdekt, 72% een meisje of vrouw is? Dat in de afgelopen 10 jaar er 25 miljoen kindhuwelijken zijn voorkomen? En dat 31% van de jonge vrouwen tussen de 15 en 24 jaar geen onderwijs volgt en geen werk heeft? Wist je dat bij rampen meisjes vaak extra hard worden geraakt? Dat wereldwijd ruim 200 miljoen meisjes en vrouwen besneden zijn. En dat van alle ondervoede mensen 60% meisje of vrouw is. Wist je dat een kindhuwelijk een van de belangrijkste redenen is om te stoppen met school? Hallo allemaal, ik ben Manisha Ajago en ik ben lid van The Girl Code. Het thema voor Wereldmeisjesdag 2021 is Digital Generation, Our Generation. Vrij vertaald, digitale generatie, onze generatie. Door de wereldwijde COVID-pandemie is de manier van communiceren in een digitale stroomversnelling terechtgekomen. Onderwijs gebeurt nu veel online, maar ook het zaken doen van grote en kleine ondernemers is gedigitaliseerd. Helaas hebben zo'n 2,2 miljard mensen onder de 25 jaar nog steeds geen toegang tot internet thuis. In 2013 was de genderkloof voor internetgebruikers in de wereld 11%. Deze groeide in 2019 uit naar 17%. In arme landen schommelt deze ongelijkheid rond de 43%. Hieruit blijkt dat meisjes in mindere mate toegang hebben tot internet. Daarnaast gebruiken en bezitten meisjes ook minder vaak apparaten dan jongens en krijgen in mindere mate toegang tot technologie, gerelateerde vaardigheden en banen. In sommige landen valt aan de toegang tot technologie af te meten dat er een grote ongelijkheid is tussen het vrouwelijk en mannelijk geslacht. Dit kan worden verholpen door gelijke onderwijskansen en opleidingsmogelijkheden voor meisjes te creëren. Maar er is meer dan dat nodig. Stereotypering en sociaal opgelegde verwachtingen moeten weggewerkt worden, zodat de meisjes grotere toegang krijgen tot technologie. Hoi allemaal, ik ben Drishti Buddha en ik ben lid van de Girl Code. Ik ga jullie vertellen hoe meisjes nog meer digitale kansen kunnen krijgen. Gelijke onderwijs voor meisjes.
meisjes en vrouwen toegang geven tot technologie en digitale platformen is een eerste stap op weg naar een gendergelijke digitale wereld. Specifieke opleidingen aanbieden en hen aanmoedigen om zich te verdiepen in technologie zal helpen om gelijke kansen te creëren in de jobmarkt van morgen. Maar iedereen, waaronder overheden, scholen, ouders, kortom wij allemaal, dragen de verantwoordelijkheid om de stereotypen zoals meisjes mogen geen ICT-gerelateerde opleidingen volgen, weg te werken. Deze stereotypen ontmoedigen meisjes om bezig te zijn met computers en technologie en om een carrière in de ICT na te streven. Meisjes en jonge vrouwen hebben behoefte aan sterke rolmodellen, zodat ze zien dat hun geslacht geen belemmering hoeft te zijn om hun ambities in de technologische sector waar te maken. Maak technologie toegankelijker voor meisjes. Soms durven meisjes niet naar het computerlokaal of naar internetcafés te gaan omdat het vol zit met mannen of omdat meisjes en vrouwen er simpelweg niet mogen komen. Dat kan worden opgelost door speciaal voor meisjes lessen te organiseren op locaties die voor hen toegankelijk zijn. Zo kunnen ze hun digitale kennis vergroten en leren ze hoe het maximum te halen uit computers, smartphones en andere elektronische apparatuur. Maak digitale platformen veilig voor meisjes. Veiligheid op online platformen is voor vele meisjes en vrouwen een terechte zorg. De digitale wereld weerspiegelt de diversiteit van de fysieke wereld en meisjes ervaren veel van dezelfde vormen van geweld, intimidatie en online misbruik. Moedig meisjes en vrouwen aan om digitale technologie te creëren. Het is belangrijk om de rol van vrouwen en meisjes te erkennen, niet alleen als gebruiker en consument van technologie, maar ook als ontwikkelaar en maker. Hi iedereen, mijn naam is Sivka Landveld en ik ben ook lid van de Girl Code. Zo, velen van ons hebben deelgenomen aan het Innostarter-programma waarbij we de basis van elektronica en programmeren hebben geleerd. En de rest heeft deelgenomen aan het Coded Bootcamp-programma dat het vervolg is van de Innostarter. En deze lessen zijn verzorgd door mevrouw Julie Sondaar. Suriname werd benaderd om deel te nemen aan de Caribbean Girls Hackathon 2021. Onze coach mevrouw Julie Sondaar heeft ons benaderd met deze uitnodiging en we zijn naar akkoord gegaan. Zo hebben we de groep The Girl Code gevormd. Tijdens deze hackathon werden we begeleid door mevrouw Julie Sondaar en meneer Theo Boomsma van het IoT Lab. De interesse is bij elk een van ons anders. Enkele van ons hebben onze interesse vanwege onze studierichting en we zijn allemaal leergierig. Onze motivatie krijgen we merendeels van de technologie. De technologie is niet meer weg te denken uit deze tijd. Het verandert steeds weer en dat is wat ons steeds motiveert. De Girl Code heeft Formbodies ontworpen, waarmee de groei van planten geautomatiseerd kan worden. Formbodies voert metingen uit door middel van sensoren. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van een actuator en een dashboard. Indien planten weinig water of voedingsstoffen hebben, kunnen deze automatisch hiervan worden voorzien. We willen alle meisjes en jonge dames aanmoedigen te gaan voor hetgeen dat ze willen bereiken. Maakt niet uit in welke sector je een carrière wilt bouwen. Wij als meisjes en jonge dames zijn alles in staat. Laat je goed informeren en geef niet op. Mijn naam is Regina Haakmat en ik was uw presentatrice voor deze videoproductie in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Bureau Gender Aangelegenheden.